Hoi, ik ben Daan Legro, 16 jaar oud, ik kom uit Tilburg en ik voetbal bij Willem II. Ja, eerst werd ik gescout en dan krijg je een brief dat je op stage mag komen. Ja, dat was wel spannend aan het begin, maar ook gaaf. Nu is centraal verdediger wel gewoon mijn positie, maar ik heb vroeger ook altijd eerst op het middenveld gespeeld en daar heel vroeger zelfs als spits, dus een beetje achteruit gezet zeker. Ja, in het begin vond ik het geen leuke positie om te spelen. Ja, het was toch anders. Ja, nu vind ik dit wel gewoon een leuke positie om te spelen en is het gewoon mijn positie. Ja, je bent wel stiekem wel heel veel aan de bal en dat vind ik toch wel fijn. Ja, ik ben al vanaf jongs af aan fan van Willem II, dus ja, je groeit ermee op. Het spel van Willem II spreekt me heel erg aan. Ja, ze spelen verzorgd voetbal. Ze willen graag verzorgd voetbal spelen en dat past ook wel bij mij als voetballer. Ik voetbal vooral, zoals je al zegt. PlayStation vind ik wel leuk om te doen. FIFA is wel een leuk speltje. Spaghetti bolognese denk ik. Dat vind ik wel lekker. Nou ja, ik weet niet, ik vind het gewoon lekker. Ja, dat is niet echt een echte verklaring voor of zo. Maar... de mooiste plek in Brabant. Ja, Tilburg is natuurlijk wel voor de hand liggend als ik dat zeg, maar wel het Willem II stadion denk ik. Ja, als je hier klein bent en dan kom je hier natuurlijk voor het eerst, dan is het natuurlijk heel indrukwekkend om zoveel mensen te zien natuurlijk. En heel het geweld en lawaai en... Ja, natuurlijk iedereen droomt van grote prijzen winnen, zoals ja, Champions League, NWK. Dat is voor iedereen natuurlijk wel een droom. Ja, wat zou je dan liever winnen, Champions League of WK? WK. Lievelingsdier? Nou, ik ben niet zo van dieren eigenlijk. Nee? Dus dieren? Nee. Nee, het is niet dat ik er een hekel aan heb, maar ja, het is niet dat ik er nou heel erg van hou. Of... ja, mijn favoriete vakantieland is wel Spanje. Ja. Daar ga ik elk jaar naartoe, al zo'n 10 jaar lang. Dus ja, het is altijd lekker weer. Dat is ook al belangrijk. Je kunt lekker rustig aandoen, van de cultuur genieten, lekker eten. Het doel voor mij is persoonlijk gewoon om in het eerste te komen van Willem II. En vanuit daar door te ontwikkelen en een stap te maken naar een stap hogerop binnen Nederland.